Ik zeg een hele goede morgen, Jelle. Hoe is het met je? Goedemorgen Erik, het gaat prima met mij. De zon in de tuin en nou ja, ik zit nu een beetje op een rustige plek in mijn huis. Ja, het ziet er heel mooi uit bij jou thuis met een hele mooie boekenkast aan de achterkant, zie ik. Ja, ik zag de laatste burgemeester met de achtergrond, dus ik denk ik moet ook een passende achtergrond zoeken. Jelle, tot 1 april was jij de griffier van de gemeente Stichtse Vecht. En in deze coronaperiode heb jij afscheid genomen, want jij ging met pensioen. Ja, dat klopt. Dat was ongewoon. Ik heb digitaal afscheid genomen. Ja, is dat, hoe is dat gegaan? Nou, wij hadden een laatste werkoverleg. En toen tegen het einde van het overleg, toen bleek dat een van de medewerkers via Zoom geregeld had dat een stuk of 15 collega's ook langskwamen digitaal om afscheid van me te nemen. En ik kreeg een bloemetje aangeboden en een flesje wijn. Dus het was in beperkte kring, maar digitaal toch met een heel ploegje. Ja, wel gezellig. Jij was griffier vanaf 2011 eigenlijk. Want eigenlijk bij de start van Stichtse Vecht. Wat doet een griffier? Nou, de griffier die ondersteunt de gemeenteraad. Dus dat betekent de individuele raadsleden, advies geven, de commissieleden. Maar het is vooral het organiseren van alles op de achtergrond. De vergaderingen, de raadsvergaderingen, de commissievergaderingen. Maar ook zorgen dat de stukken er een beetje goed uitzien. Dat ze begrijpelijk zijn voor raadsleden, dat ze geordend zijn. Dus wij zorgen ook dat al die informatie een beetje op goede manier bij raadsleden binnenkomt. Ja, eigenlijk de stille kracht achter de hele gemeenteraad, om het zo maar te zeggen. Ja, tijdens de gemeenteraadsvergaderingen dan 33 raadsleden die hebben een microfoon. En de burgemeester en ik zit er ook bij, maar ik heb de microfoon nooit. Dus ik ben de stille kracht op de achtergrond. Ja, precies, precies. En eigenlijk zijn wij elkaar tegengekomen toen we begonnen om de raadsvergaderingen uit te zenden rondom de raad. Ja, nou daarvoor hadden we natuurlijk de omroep ook wel regelmatig met de camera's in de wandelgangen en tijdens de vergaderingen. Maar het was vooral een initiatief van burgemeester Mark Witteman. Die zei van, het publiek moet op de eerste plaats komen. Dat was zijn credo. En dan is er wel een publieke tribune. Daar zitten soms 4 mensen, soms 30, enkele keer 50. Maar via de televisie kunnen natuurlijk veel meer mensen bereiken. En hij heeft eigenlijk bewerkstelligd dat ook in de tijdelijke opstelling in 4-1... dat daar ook camera's geïnstalleerd werden. En toen hebben we de afspraak gemaakt met jullie om er ook een programma rondomheen te maken. Ja, en daar hebben we altijd samen heel goed gewerkt. Jij zegt de tijdelijke opstelling. Dat was altijd wel heel spannend, want er moest opgebouwd worden. En soms waren er geheime raadsvergaderingen, besloten raadsvergaderingen aan de voorkant. En daar moesten er ook dingen gebeuren. Dat was best een hele prettige samenwerking. Je hebt uiteindelijk ook nog kunnen zien dat de nieuwe raadzaal gebouwd is geworden en ingericht geworden. Ja. Maar je gaat daar niet als griffier meer, zeg maar, de eerste raadsvergadering meemaken. Dat helaas maak ik dat niet meer mee. Het is wel prettig dat je pensioen hebt, maar ik had dat graag meegemaakt. Maar ja, anderzijds van de raadzaal, die is zo goed als klaar. Dus op 7 mei zouden we de eerste raadsvergadering kunnen hebben. Maar waarschijnlijk gaat dat niet door of we houden een digitale vergadering. Ja. Dus het is wel jammer. We staan compleet in de startblokken. Alles is volgens planning verlopen. Het was even spannend op dat de stoelen nog in Italië stonden, maar die zijn ook op tijd binnengekomen. Dus binnenkort kunnen jullie als omroep wel een soort testvergadering gaan doen. Ja. Maar waarschijnlijk wordt het pas juni of juli voordat er echt weer een vergadering uitgezonden wordt. Nee, dat is duidelijk, dat is duidelijk. Je hebt nu, zeg maar, je bent met pensioen. Wat ga je doen nu? Wat zijn je hobby's? Nou, ik ben vooral geïnteresseerd in geschiedenis. Dus ik ben in mijn woonplaats Amersfoort ook voorzitter van de historische vereniging. Nou, en ik had veel tijd uitgetrokken voor een bevrijdingsintocht. We zouden hier een grote bevrijdingsintocht houden in Amersfoort. Voor het eerst eigenlijk. Ja. Natuurlijk vlak na de oorlog is dat gebeurd, maar daarna eigenlijk nooit.
Dus ja, dat alles was voorbereid. Maar ja, alles is natuurlijk afgelast. Ja. Dus ja, ik heb nu plotseling veel meer tijd, net als iedereen. En ja, ik geniet van dit mooie weer. Ik geniet van kleinkinderen, boeken lezen, fietsen. Dus ik heb weer naast mijn elektrische fiets een gewone fiets gekocht. Dus ik ga weer veel fietsen, want dat kun je me gelukkig in deze tijd nog wel doen. Ja, zeker weten. Nou, heeft Jelle ook nog ons misschien bij ons hulp nodig? Dat wij zeggen van, nou, wij kunnen wel Jelle hier naar RTV Stichtse Vecht toe halen. Dat we hem iets over de geschiedenis laten vertellen dan. Ja, ondertussen komt een van mijn kleinkinderen. Ja, gezellig. Hoe het is, ik ben nu op de televisie. Zwaai maar even. Oh. Ja. Dat gaat toch weg. Nee, ik vind lokale omroep is echt iets van lokale maatschappij. Ik bewonder jullie als RTV Stichtse Vecht dat jullie voor elkaar boksen. Ik durf gerust te zeggen dat het programma wat jullie maken rondom de raad, dat is uniek voor een gemeente zoals Stichtse Vecht. Ik denk dat zelfs veel grote gemeenten zoiets niet hebben. Nou, dat is voor de politiek eigenlijk een heel mooi platform om te laten zien wat er gebeurt. En ook jullie andere programma's, die zijn zeer de moeite waard. Dus als ik actief zou worden voor lokale omroep, dan zou ik toch kiezen voor Amersfoort. Want ja, het moet echt lokaal zijn. Het moet wel gewoon in de lokale. En misschien is het een heel goed idee om een historisch programma te maken voor de lokale omroep Amersfoort. Ja, nee, dat wij hebben een zeer actief bestuur, dus ik zal dat idee eens droppen, dat we een soort programma Andere Tijden Amersfoort, en dat is misschien voor jullie ook Andere Tijden Maas, Breukelen, Loenen. Ik vind dat een heel goed initiatief. Ja, ik vind dat een heel goed initiatief. Jelle, je bent nog niet weg, want we gaan nog wel even contact met je houden. En na de coronatijd lijkt het me leuk om dan toch nog even elkaar de hand te mogen schudden. Ja. Ik kom zeker nog terug, hopelijk in juni of anders later een keer. We gaan het meemaken. Voorlopig wens ik je heel veel gezondheid, heel veel veiligheid en nog een hele goede tijd in de zon terwijl die schijnt hier. We gaan elkaar zien als corona afgelopen is. Ja, en jullie succes met het maken van jullie programma's en ik blijf jullie volgen. Gaat zeker lukken. Dankjewel Jelle en tot ziens. Tot ziens. Daar.